Als je kijkt naar wat mij drijft of wat mij raakt, dan kom ik maar op één ding en dat is het ondersteunen van kunstenaars en ontwerpers. En het op waarde schatten en benoemen en tonen van de creativiteit van deze groep die onder ons is en waar ik zo ongelooflijk veel van hou. Kunst is natuurlijk heel kwetsbaar, hè? En kunstenaars zijn denkers vooruit, achteruit, naar boven, naar onder. Daar zit onze missie, dat deze mensen en hun ideeën en hun producten gekend worden, herkend worden, benoemd worden, bemind worden, etc. Dat is wat wij doen. En dat lijkt mij de taak van een kunstinstelling, hè? Je zet die acteur in zijn beste stand. Als je in een museum gaat werken, heb je een paar dingen die je gaat doen. Je gaat natuurlijk aan je programma werken. Je hebt heel veel te maken natuurlijk met je staf en je hebt te maken met je productiemiddelen, waaronder de gebouwen. En als die gebouwen niet deugen, dan wordt dat je Achilleshiel en moet je er iets aan doen. In 2010 vond ik dus iemand, of iemand vond mij, die het leuk vond om die 15 miljoen op tafel te leggen. En toen ben ik teruggegaan naar de stad en heb gezegd van jongens, nu kan het. Dus als je wil, maken we er iets van wat nieuw is, in die zin dat het onduidelijk is of het een succes wordt. Maar je kunt wel ervan uitgaan dat het iets bijzonders wordt. En dat is toen gebeurd. Schaken hoort echt bij je werk. Strategisch inzicht. Weten wat verliezen is. En weten wat een overwinning is. En weten hoe een nederlaagstrategie tot een overwinning leidt. Dat zijn allemaal dingen die je moet beoordelen in dit vak. En als je dat niet kunt of niet wilt, heb je een heel andere professie dan de mijne, want bij mij hoort het allemaal.